Mats Zeuntjes, ja, je rentree in het eerste elftal van NAC, dat moet jou en met name jou heel veel deugd doen. Ja, zeker weten. Als je nadenkt dat ik 3 weken geleden nog in het gips zat, dan is het nu wel fijn dat ik... Ik heb natuurlijk nu een week, anderhalf week weer bij de selectie getraind. Maar nu is het wel fijn dat ik weer minuten maak in de wedstrijden. Vertel jouw verhaal eens, want het is natuurlijk geen vrolijk verhaal geweest. Nee, zeker niet. De voorbereiding ging hartstikke goed natuurlijk. Ik zat bijna tegen de basis aan, zal ik maar zeggen. En dat gebeurde tegen Sparta dat ik mijn middenvoetsbeentje breek. Ja, daar ben ik 2,5 maand zoet mee geweest. En ja, ik ben nu pas net terug. 3 weken geleden zat ik nog in de gips. En dat was even balen, maar nu probeer ik weer mijn stinkende best te doen, zodat ik van waarde kan zijn. Het was echt enorm zuur, hè? Bij de selectie, dicht tegen het eerste elftal aan. En dan ja, krijg je dat ongelukje in die wedstrijd tegen Sparta. Dan gaat het mis. Wat voor tijd maak je dan door? Ja, een klote tijd gewoon eigenlijk. Als je ziet hoe goed het ging en ja, ik voelde me eigenlijk goed. Ik zat goed in mijn vel, alles ging lekker op de trainingen en de wedstrijden. En als dat dan gebeurt, dan denk je van, dit kan toch niet waar zijn? Ook, want 2 jaar geleden was het ook al natuurlijk, net voor de voorbereiding. Het was helemaal balen. Maar nu, deze kwam nog harder aan op mezelf, dus dat was zo kut. Als we kijken naar vorig seizoen, Alex Schalk, Eumen Bayram, dat waren een beetje de revelaties van het seizoen. Ja, dit zou, maar kan nog, jouw seizoen worden. Ja, inderdaad, als je naar de voorbereiding kijkt, dan zou het mijn seizoen misschien kunnen worden. Maar de herstel is redelijk goed gegaan, dus ik probeer nu snel nog beter en sterker te worden, zodat ik dit seizoen nog kan gaan vlammen. Hoe lang heeft dat nog nodig, denk je? Ja, ik train nu alles weer mee bij de selectie, maar ik moet natuurlijk met wedstrijdritme bij het tweede en in dit soort oefenwedstrijden moet ik natuurlijk wel naar 100% gaan. En ik denk dat ik nog wel 2-3 weken nodig heb voordat ik echt helemaal weer de oude Mats ben. En dan wacht op je kans, hè? Ja, zeker. En als ik die kans krijg, dan ga ik hem ook zeker pakken.